Dit is niet Rede Bosjongen uit Berlijn, maar Robin van Helsum uit Hengelo in Overijssel. De 20-jarige Hengeloer hield de afgelopen maanden de politie in de Duitse hoofdstad Berlijn flink bezig. Tot gisteren. Toen werd zijn afbeelding getoond in de Nederlandse media. We hebben samen met de politie Gronau contact gehad en inmiddels is vastgesteld dat het om deze jongen gaat. Hoe is dat vastgesteld? Nou, er zijn diverse contacten geweest, er zijn kenmerken uitgewisseld, foto's gemaakt. De jongen die had een halsketting om die de stiefmoeder herkende. En op die manier weten wij 100% zeker dat het om hem gaat. En dat is inmiddels ook vastgesloten met de collega's uit Berlijn. Robin van Helsum werd dus herkend door vrienden die dus de politie tipten. Ray, alias Robin, blijkt jarenlang in Hengelo te hebben gewoond en gestudeerd. In 2008 haalde Robin gewoon hier in Hengelo zijn middelbare schooldiploma op de Grundel. Daarna heeft hij twee opleidingen gevolgd hier op het ROC van Twente. Beide maakte hij niet af. Ook liep hij een half jaar stage bij het Hengeloze bedrijf Voice Data. Ik denk dat hij gewoon compleet in de war is. En waardoor dat gekomen is mij onduidelijk. Ik weet dat hij vroeg uit huis is gegaan, dat hij op 17, 18-jarige leeftijd, dat hij toen op zichzelf ging wonen samen met een kameraad van hem. Ik weet ook dat hij nog steeds contact toen die tijd had met zijn ouders. En ik heb daar nooit negatieve verhalen over gehoord. Hij liet er ook niet veel over los. Het was zeer zeker ook niet negatief. Dus wat hem heeft doen bewegen om daar even naar Berlijn in te gaan, dat onbegrijpelijk.